is het mijn kortste speech ooit. Ik zou u ook kunnen zeggen dat ik dat ook doe, want ik heb een nieuwe baan. Ik heb zojuist over de catwalk gelopen, dat beviel me uitstekend. Het is heel spannend om dat te doen. Dat kun je hier gewoon op de begane grond doen, Mediamatic. Maar dames en heren, ik vind het ook geweldig om hier op de zevende te zijn. Ik denk dat u eigenlijk net zo'n Amsterdammer bent als ik, die hier altijd door de Vijzelstraat fietste en altijd dacht van, die gebouwen, hè, is dat het nou wel helemaal? De Vijzelgracht is toch niet de mooiste gracht van Amsterdam? Maar met de opening van de Basel is daar definitief en blijvend iets veranderd. Jan Boomgaard is hier ook, hij heeft een prachtig uitzicht op de Basel. Maar ik denk dat met de opening vandaag van Duintje er iets veranderd is, wat Amsterdam ook definitief zal veranderen. Yes. Denkt u ook niet? Ja. Want ik kan zeggen, ik verklaar het gebouw voor geopend, maar eigenlijk heeft u het geopend. U heeft het geopend door hier naartoe te komen, door als Amsterdammer hier uw intrek te nemen, door misschien hier als buurtbewoner of als bevriend bedrijf eens even te komen kijken op de zevende verdieping. En dat kenmerkt Amsterdam, denk ik, omdat elke Amsterdammer in staat is om zijn eigen plek te creëren, daar iets aan toe te voegen, dat met elkaar te doen en op die manier een broedplaats te creëren, een werkruimte, een leefruimte die zijn weerga niet kent. Want, dames en heren, dank u wel. Dames en heren, er komen mensen van over de hele wereld naar Amsterdam om te vragen hoe dat nou werkt met dat broedplaatsenbeleid. En dan kan Jaapje Voer precies vertellen hoe het gaat. Maar eigenlijk is de essentie dat het me gaat om één ding. En dat is dat de mensen die hier zitten in staat zijn om hier de place to be van te maken. Yo! En dat bent u. Een aantal van u ken ik al.